Ja, wij nemen maatregelen in lijn met de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid. En daarom is er vandaag ook geen onderwijs op de campus van de Radboud Universiteit. En tot aan 31 maart zal onderwijs zoveel mogelijk op afstand worden gegeven. Als er ergens 101 stoelen staan, dan halen we er 2 weg bijvoorbeeld. Dat zijn maatregelen die we nemen. Ja, zo houden we dat in de gaten. Ja, het is rustig. Normaal zit je hier met ruim 100 man. En nu zijn we met 10, 20 man denk ik. Dus ja, helemaal prima. Kunnen we lekker aan de slag. Ik vind het goed dat ze er wat aan doen en dat ze er rekening mee houden. Maar het is natuurlijk wel vervelend, ook in verband met tentamens en opdrachten en alles. Over het algemeen denk ik dat het wel goede maatregelen zijn. Alleen denk ik wel dat het nogal heftig is om in zo'n grote ruimte als deze alles dicht te gooien.